Vandaag ben ik in het Stedelijk Museum Schiedam voor de tentoonstelling All van Herman de Vries. Herman de Vries is geboren op 11 juli 1931. En is een Nederlands beeldend kunstenaar. Zijn werk bestaat uit verschillende media zoals collages, schilderijen, reliefs, sculpturen, installaties, films en teksten. Hij betrekt definities van kunst, wetenschap, cultuur en natuur in zijn werk. Het gaat vaak over de verhouding tussen de mens en de werkelijkheid. En voor hem is de primaire werkelijkheid de natuur. In vroegere werken zie je vooral dat hij probeert de subjectiviteit wat een kunstenaar met een bepaald handschrift aan een werk geeft te vermijden door het gebruik maken van toevalligheden, wetenschappelijke kansberekeningen en collages van gevonden materiaal. Het recentere werk gaat meer over de manier waarop de mens met de natuur omgaat en de band met haar die steeds meer lijkt te verdwijnen. Dit is een van zijn oudere werken. Dit werk sprak me aan, want het is een afgezet gebied van 40 bij 40 centimeter waarop hij elk grasje en elk plantje heeft geordend om te kijken hoeveel er wel niet groeit om je heen, om je bewust te maken van je eigen omgeving. Het verwijst daarbij ook naar de readymades van Marcel Duchamp. Ongeveer 2 jaar geleden zag ik een documentaire op televisie over Herman de Vries. En ik vond het toen een vrij intrigerend persoon. En dat vond waarschijnlijk het Stedelijk Museum Schiedam ook. Want door de hele tentoonstelling kun je video's bekijken waar Herman zelf uitleg geeft over zijn eigen werken. Laten zien. En aan de veelheid van namen, bijvoorbeeld van één plant, zoals je dit ziet zien, dat is allemaal belladonna. Deze groene kleur, hoe belangrijk een plant dat geweest is in onze cultuur, dat er zoveel namen zijn. Hier
de door. De tentoonstelling All van Herman de Vries is met een week verlengd en is nog tot en met 25 januari te zien in het Stedelijk Museum Schiedam. Oké, bedankt voor het kijken. Doeg!